Willen jullie met mij opzoeken alvast Jozua 24? Als ik iets boven zou mogen schrijven, dan is het van mijn huis naar zijn huis. Kijk, tenzij ik ervoor sta, dan wordt het wat anders. Van mijn huis naar Gods huis. Kunnen jullie het zien zo? We hebben de laatste weken, maanden, zijn we bezig met Jozua en we hebben de reis van Jozua met het volk hebben we meegemaakt. We hebben gezien hoe we door alle strijd en moeite heen het beloofde land binnengetrokken zijn. En wat zo opvalt is dat in die hele reis dat een groot deel van het accent van het volk heeft gelegen op de strijd. Ze hebben met heel veel strijd hebben ze te maken gehad. En ze hebben gezien hoe uiteindelijk God zijn belofte waargemaakt heeft wanneer hij zegt, ik strijd voor jou de strijd. En ik geloof dat dat voor ons vandaag niet anders is. Dat God de belofte heeft dat hij voor ons de strijd strijdt. Wij hoeven geen strijd te strijden die wij niet kunnen strijden. Dat wil hij voor ons doen en dat zal hij voor ons doen als we ons geloof, onze focus daar ook op richten. We hebben gezien dat iedere stam heeft zijn eigen grondgebied gekregen. En er is, zei de Bijbel de vorige keer, er is rust rondom. Dus het volk leeft in een zekere mate van rust. En ze kunnen beginnen met het opbouwen van de gemeenschap, van het samenwonen, het samenleven, het invullen van het koninkrijk van God, zoals God dat in zijn woord aan het volk heeft meegegeven. En Mozes had hen, hebben we de vorige keer gezien, heel nadrukkelijk opgedragen het volgende. Blijf dicht bij God en blijf dicht in zijn woord en bij zijn woord. Loop geen afgodennaam na en wees vooral gehoorzaam. Dat waren de dingen die Mozes aan het volk, aan Jozua en de rest van het volk had meegegeven toen ze het beloofde land binnenkwamen. Hij zei, want anders gaat het mis. En dat is denk ik voor ons niet anders. Als wij ons hart niet bewaken en toestaan dat dingen als teleurstelling, boosheid, bitterheid, angst of wat het ook is, jaloezie, als dat ons hart binnenkomt en we bewaken dat niet goed genoeg, dan verliezen we de levende relatie, de frissere levende relatie met onze Heer Jezus, met onze God, maar ook met elkaar. Als onze harten vol zijn van deze dingen, dan zul je zien dat creëert een afstand. Niet alleen naar de Heer, maar ook naar elkaar. Dus doe dat niet, wees daar alert op. En we zien dat Israël is in een nieuwe fase terechtgekomen. Ze hebben met het verleden afgerekend en ze hebben om dat niet alleen te vieren, maar om daar ook de focus op te houden, hebben ze een gedenksteen opgericht. Opdat zij nooit meer zouden vergeten wat God voor hen gedaan had. En ik vind het zo in deze tijd, in onze tijd, zo goed dat we ook getuigenissen aan elkaar geven. Want getuigenissen zetten de wil van God vrij. Ik bedoel, als wij God niet blijven danken voor datgene wat hij in het verleden voor ons gedaan heeft, dan vergeten we de focus op datgene wat hij in het heden voor ons wil doen. Daarom is het danken voor dingen die God gedaan heeft zo belangrijk. Daarmee houden we de focus op datgene wat hij vandaag voor jou en voor mij wil doen. Jozua 24. Ik lees met jullie de eerste 13 versen. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem en riep hij de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten, en zij stelden zich op voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Canaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaak. En na Isaak gaf ik Jacob en Esau. Ik gaf aan Esau het Seirgebergte om dat in bezit te nemen. Maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron en ik trof Egypte met plagen zoals ik in het hele land, in het midden van het land gedaan heb en leidde ik u daaruit. Toen ik uw vaderen uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee en de Egyptenaren achtervolgden uw vaderen met wagens en ruiters,
tot aan de Scherfzee. Toen riepen zij tot de Heere en hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren. Hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond, 40 jaar. Toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit, ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed hij tegen Israël. Hij zond een bode en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken. Maar ik, God, wilde niet naar Bileam luisteren. Daarom zegende hij u steeds weer en ik redde u uit zijn hand. O, eens even een tussenstapje. We lezen in de Bijbel heel veel, ik ga er een andere keer wat over spreken, heel veel over zegenen. En zegenen, dat is, dat zie je hier dus weer, dat is eigenlijk wat we vanochtend ook hebben gedaan. Zegenen is het goede van God op je leven leggen. En als er woorden bij komen, die woorden uitspreken. Maar al komen die woorden er niet, dan nog leg je het goede van God op het leven van een ander. Daarom is het zo belangrijk om elkaar te zegenen. Dat even terzijde. En ik redde u uit zijn hand. Toen u over de Jordaan getrokken was en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u. Net als de Amorieten, de Ferezieten, de Kanaïten, de Hetieten, de Gergazieten, de Hefieten en de Jebusieten. Maar ik gaf hen in uw hand. En ik zond horzels voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven, zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Dus Jozua vertelt wat God allemaal gedaan heeft tot het moment dat ze daar gekomen zijn. En nu gaan we verder. Want nou zegt God, zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt, en steden die u niet gebouwd hebt, en u woont erin. U eet van de wijngaarden en de olijfbomen die u niet geplant hebt. Ik zou bijna kunnen zeggen, dit is het werk wat God voor Israël volbracht heeft. Dat is wat we met het verbondsmaal doen, dat we iedere keer opnieuw gedenken, herdenken, datgene wat Jezus voor ons aan dat kruis volbracht heeft, het leven wat hij ons gegeven heeft, de toegang tot de hemel en zijn schatten en zijn heerlijkheid. Dus het is, Israël, het is tijd om te genieten. Het wordt tijd om te leven in alles wat de Heere aan jullie gegeven heeft. Hoewel er nog heel veel land overgebleven is. Dat lezen we het boekje na in Richteren. Daar zal volgende week Bert de Haan wat verder over spreken. En dat leven en dat genieten is een uitnodiging die God aan ons doet, dagelijks, om te leven en te genieten. Niet alleen op het moment dat je je voorgenomen hebt om op vakantie te gaan, maar elke dag van de week, dag in, dag uit, genieten van datgene wat God jou gegeven heeft. Dat genieten, dat betekent dus niet dat je je scherpte mag verliezen. Het betekent niet dat je op je lauweren moet gaan rusten. Dat je als het ware een beetje achterover kunt gaan hangen. Want de duivel zit ook niet stil. We gaan ook binnenkort op vakantie en ik realiseer me ten degen dat op vakantie gaan betekent dus niet dat de duivel ook verlof neemt. Hij is gewoon er altijd om te proberen, als je maar even je muren naar beneden hebt gehaald van bescherming, om binnen te komen. Als we onze muren van gebed naar beneden halen, ook in de vakantieperiode, onze muren van aanbidding, onze muren van het doorgronden, het lezen van het woord van God, dan halen we de muren van bescherming over ons leven weg. Dus ik wil je aansporen, al ga je op vakantie, doe één ding niet. Ga niet voor God op vakantie. Waar je ook bent. De Bijbel die spreekt in Efeze 6 over de wapens die wij kunnen hanteren in de strijd. En opvallend is dat er een aantal wapens zijn die je misschien niet als wapen zou zien. Lofprijs, aanbidding, dankzegging, het proclameren van het woord van God. En dat is er nog één. In vers 18 van Efeze 6, daar zegt Paulus, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, belangrijk om in tongen te bidden, in de geest te bidden, en daarom waakzaam te zijn, waakzaam bent,
met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Gebed dus als wapen. Er staat hier met andere woorden, wij horen voor elkaar te bidden. Wij horen achter slaan op elkaar. Met alle volharding, niet één keer een gebedje en denken van nou, ik ga me weer richten op andere dingen. Nee, met alle volharding staat hier. Met alle volharding. Waarom? Omdat God heeft ons mede verantwoordelijk gemaakt voor elkaar. We zijn een lichaam, zegt de Bijbel, en elk lichaamsdeel, dat is verbonden met een ander lichaamsdeel. En als op de een of andere manier één lichaamsdeel niet meer functioneert, als mijn voet niet, mijn benen niet meer functioneren, dan kan dit lichaam niet meer naar voren gaan. En als mijn oren niet meer functioneren, of ik wil niet dat mijn oren functioneren, ik stop ze dicht, dan kan ik niet horen wat er op me afkomt. Als ik mijn ogen sluit, het zal bij jullie niet anders zijn, en ik probeer te lopen, als dat dan nog wel lukt, dan weet ik dat dat niet lang duurt. Of ik knal zo of tegen jullie aan, of tegen, waarschijnlijk tegen die muur aan. Weet je wel? We kunnen dus niet vooruitkomen als niet ieder deel van het lichaam gezond is en functioneert zoals het moet functioneren. Daarom zegt de Bijbel ook dat we samen de Heer dienen. We dienen samen elkaar en samen dienen we de mensen die God nog niet kennen. En ik vond het zo mooi dat toen hier die kinderen waren, die waren op bezoek geweest bij Ingeborg en bij Roland, dat ze zeiden, waarom zijn jullie in de gemeente? Samen staan we sterker. Amen. Amen. Volgende week nemen we afscheid van Dick en Margaret Zwart. Zij zijn van een generatie die de evangelische en de Pinksterbeweging in Nederland meegeholpen hebben om te komen waar het is. Hun baan opgezegd, Dick was directeur van een bedrijf, van een eigen bedrijf. En ze zijn gemeentes gaan starten hier in Nederland, maar ook in geloof België, in Italië. Ze zijn op vele plaatsen geweest om God daar te kunnen dienen. En zij hebben een enorm goed fundament gelegd. Ze hebben hun tijd, hun geld, hun energie, eigenlijk hun hele leven hebben ze in dienst gesteld van God. En dat mogen we eren. Het is volgende week, helaas kunnen wij er niet bij zijn. Maar het is volgende week de laatste keer dat we dat openlijk kunnen doen. En ik denk dat het goed is dat we hen daarin eren. Amen. En er zijn, en dat geldt ook voor mensen als Tony en Marjan, die ook meegeholpen hebben. Die zijn in diezelfde generatie die meegeholpen hebben om de gemeente te laten zijn waar het is. Die hebben hun tijd gegeven, hun geld gegeven, woorden van bemoediging gesproken, zoveel pastoraat gegeven, mensen te eten gevraagd. Alle tijd en geld, behalve hun natuurlijk naast hun gezin en werk, ging uit naar het huis van God. En ook daarin, en daar wil ik jullie ook in eren. Ben jullie dankbaar? We zijn jullie dankbaar voor waar jullie de gemeente tot hier hebben gebracht. Dank jullie wel. En wij als, ik zou bijna zeggen, volgende generatie, die mochten op dat fundament wat zij gelegd hebben, daar mochten wij weer op gaan staan. Lekker stevig. Zij hadden het werk voor ons gedaan. Lekker stevig. En wij mochten weer verder bouwen en verder gaan in de tijd waarin God nu, waarin de agenda van God zich verder ontvouwt. Mensen als Reinhard, ikzelf, Rijn dat koos als leiders, waarin we gewoon in dat stapje verder kunnen zetten vanaf het moment waar zij dat voor ons achtergelaten hebben. En ik geloof dat we nu in een fase zitten dat het tijd wordt voor een volgende generatie om op te gaan staan. Om uit de schuilhoeken te gaan komen. Om de gemeente van Jezus Christus verder op te gaan bouwen. En wij zijn ontzettend enthousiast. Want het volgende seizoen gaan we met een aantal van de jonge stellen gaan we samen optrekken. En samen proberen om te ontdekken waar God ons naartoe wil brengen. Gewoon in het samen optrekken en het genieten van elkaar. Maar ook het ontvangen van de dingen die God wil geven. En dat weer vrij te zetten. En dat maakt me enthousiast. Dat er weer een jonge generatie dichterbij begint te komen, omdat de roep gaat uit naar de jongere generatie. Dan komen we bij vers 14 en 15. Nu dan, vrees de Heere
Dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben, of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij betreft, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Een hele bekende tekst. Onder inspiratie van de Heilige Geest begint hier het besef door te dringen dat het leven voor God en het leven met God niet uitsluitend bestaat uit het bouwen en het alsmaar druk zijn met je eigen huis. Sommigen zijn hun hele leven lang bezig met maar het bouwen aan hun eigen huis. Waarom? En daar zijn natuurlijk voorbeelden, daar zijn natuurlijk redenen voor. Een van de redenen die ik wil aanhalen is het volgende. Ik bedoel dan niet dat bouwen van het huis een behangetje, een nieuw behangetje op de muur of zo. Zo bedoel ik niet. Maar die mensen hebben geen ruimte. Er is geen ruimte in het huis om te kunnen wandelen in de orde van God. En dan bedoel ik de orde van God in relaties. En dat kan zo een enorm struikelblok zijn als er geen orde is in de relaties die God gegeven heeft. Relaties tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, zelfs kinderen onderling. Heel vaak zie je dat er een gebrek aan liefde aan ten grondslag ligt, een gebrek aan respect, een gebrek aan toewijding. Of je ziet mannen, en dat is gewoon een heel groot probleem in het lichaam van Christus, dan zie je mannen die hun plaats niet innemen. Waardoor vrouwen dingen moeten doen die God niet voor hen bedoeld heeft. En dan ontstaat er een gebrek aan een stukje onbalans. En je ziet sommige mensen rondjes draaien in de chaos van hun bestaan. Weet je, en ik heb het vaak meegemaakt, dan komen ze bij je. En mannen en vrouwen, en ze zeggen, ja, ik voel een roeping voor leiderschap. Of ja, ik voel een roeping voor om de aanbidding te leiden. Of ik wil de zendingen. God roept me voor daar en daar. Of laat me profiteren. En ik kan je zeggen, na jarenlange ervaring en heel wat missers in mijn leven, is dit mijn conclusie geworden. Als wij niet in staat zijn om ons eigen leven te leiden, om ons gezin leiding te geven, dan kunnen we dat ook niet in Gods huisgezin. Als wij niet in staat zijn om te dienen in ons eigen gezin, onze vrouw of onze man te dienen zoals God het bedoeld heeft, of als we niet in staat zijn om onze kinderen te dienen, dan kunnen we dat ook niet in het huisgezin van God. Als we moeite hebben met toewijding aan onze partner of toewijding aan het gezin, dan zullen we moeite hebben met toewijding in het huisgezin van God. Dat is mijn ervaring. Alleen wat je in huis hebt kunnen en willen leren, kun je buitenshuis praktiseren. Alleen wat je in huis hebt kunnen leren, willen leren, kun je buitenshuis praktiseren. Niet andersom. Zo werkt het. Dus om te kunnen dienen in het huis van God, dat vraagt toewijding. En toewijding is makkelijk als alles goed gaat. Ik weet niet of je dat al gemerkt hebt in je eigen gezin of op je werk of waar dan ook, of in de gemeente. Toewijding gaat heel makkelijk als er niks aan de hand is. Dan zijn we zo toegewijd. Oh, fantastisch. En ik weet waar ik het over heb. Heerlijk. Totdat het wat minder makkelijk gaat. Totdat er moeilijkheden op je weg komen. Totdat er strijd komt binnen een relatie met je man of je vrouw bijvoorbeeld. Je botst ergens tegenaan. Misschien bots je wel dan aan tegen het karakter van die ander. En je denkt, die daar. Die daar. Terwijl er ineens een spiegel naar je voren komt. En terwijl je zegt, die daar, draait die vinger zich om. En komt bij jezelf terecht. Oh, wacht eens even. Ik heb een issue. Er is met mij wat aan de hand. Heer, help. Weet je wel. Dus, maar de vraag is, als dat gebeurt, wat doe je dan? En dan komt het erop aan, hoe diep is jouw liefde, hoe diep is jouw toewijding. En als je die toewijding leert
En dat gaat altijd met horten en stoten. Ik weet niet hoe bij jullie is, bij mij wel. Het gaat met horten en stoten. Als je dat geleerd hebt in je huwelijk. Als je dat geleerd hebt in vriendschappen. Als je dat in je gezin of op je werk. Dan kan de Heer je veel makkelijker gebruiken in zijn huis, in zijn gemeente. We zijn namelijk geen bedrijf. Ik wil het nog een keer zeggen. Wij zijn namelijk geen organisatie. Wij zijn geen bedrijf. Wij zijn niet anders dan, en dat is meer dan genoeg, een gemeenschap van broers en zussen. We zijn een familie. We zijn Gods huisgezin, zegt de Bijbel. Bedoeld voor hechte relaties. Mensen die, Psalm 133, die in eenheid, in eenparigheid met elkaar kunnen optrekken. De Bijbel zegt, sluit dan af. Ja, zegt God, want daar gebied ik mijn zegen. Dat wil ik zegenen. Met leven. Ik zegen met leven. Prachtige belofte van die zegen en die zalving. Want waar wil God wonen met zijn tegenwoordigheid? Nee, niet in een bedrijf, niet in een gebouw, maar in de gemeenschap van mensen die, die met heel hun hart God lief hebben. Ja, en daar uitdrukking aan geven. Op uitdrukking in de zin van in de aanbidding, uitdrukking in hun manier van leven. Dat is de tempel waar God naar verlangt. Daar is het waar hij wil wonen met zijn tegenwoordigheid. En de sleutel ligt niet in programma's. De sleutel ligt zelfs niet eens in evangelisatie, hoe goed het ook allemaal is. Maar de sleutel ligt bij jou en mij. Bij ons als mensen. Een gemeenschap van mensen die zijn toegewijd aan Jezus. En toegewijd zijn aan elkaar. Toegewijd aan een rein en heilig leven. Eigenlijk die toegewijd zijn aan wie ze zijn, zoals God hen gemaakt heeft. Een heilig priesterschap. Om hem elke dag offers te brengen. Lofoffers. Dankoffers. We hebben vanavond weer de aanbiddingsavond in de regio. Het is dit keer weer bij El Shaddai. Daarna stoppen we 2 maanden. Ik wil je echt aansporen. De laatste keer waren we met erg weinig mensen. Ik wil je echt aansporen om gewoon waar het kan tijd vrij te maken. Want dit is God, voor God belangrijk. God heeft ons gemaakt als die heilige priesters. God heeft bedoeld dat we bij elkaar komen om hem te loven en te prijzen. Dat is Gods hart. Zo heeft hij ons benoemd als heilige priesters. Dus ik nodig je uit. Vanavond. En dit is dus wat Jozua daar doet als hij het volk voor het aangezicht van God brengt. En dan hen herinnert aan wat God allemaal voor hen heeft gedaan. En dan stelt hij dus deze vraag. Broeders en zusters, hoe gaan wij hierop reageren? Wat gaan we doen met datgene wat God allemaal voor ons gedaan heeft? Hoe zullen we daarop reageren? En dan neemt hij zelf het voortouw. En dan zegt hij, ik weet niet wat jullie gaan kiezen. Ik weet alleen wat ik kies. En dan zegt hij, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat geeft een geweldige stimulans naar de rest van het volk. Want een paar versen verderop lezen we het volgende in vers 21 tot 25. Daarop zei het volk tegen Jozua, nee, wij zullen voorzeker de Heere dienen. Jozua zei tegen het volk, u bent getuige voor uzelf, dat u voor de Heere gekozen hebt om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn en richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua, wij zullen de Heere, onze God, dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. En zo sloot Jozua op die dag een verbond met het volk en stelde het in Sichem voor hen vast als een verordening en bepaling. Er staat hier, samen sluiten ze een verbond dus met elkaar, niet met God. Maar ze sluiten dat verbond met elkaar. En de focus is verschoven van mijn huis naar Gods huis. Van mij naar hem. We zullen volgende week van Bert horen dat deze belofte die ze gedaan hebben, deze toewijding die ze gemaakt hebben, dat die helaas niet zo heel lang heeft stand gehouden. En dan zie je dat, daar zal Bert wel wat meer over vertellen, maar je ziet in de loop van de geschiedenis dat God keer op keer profeten moet sturen naar het volk om het volk op te wekken en zeggen van joh, sta op, stop met het alleen maar bezig zijn met je eigen dingen, met je eigen huis. Ga bouwen aan het huis van God, ga mijn huis bouwen.
En dan vele jaren, een van die profeten is Haggai. En jaren later klinken deze woorden opnieuw. Als dan hij het volgende zegt. In Haggai 1. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig, tweede keer, op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Tot twee keer toe staat hier, let aandachtig op uw wegen. Met andere woorden, kijk nou eens even goed naar je eigen leven. Waar ben je nou mee bezig? Met welk materiaal bouw je? Aan welk huis bouw je? Waar stop je, met andere woorden, je tijd, je geld, je inzet, je gaven, je talenten in? Is dat je eigen huis of is dat ook het huis waar ik jou geplaatst heb? Namelijk het huis, zoals hier staat, waarin ik behagen heb, schep en waarin ik verheerlijkt word. En ik geloof dat het God dit wil zeggen. God verlangt naar huizen waar hij zich prettig voelt. God verlangt naar huizen waar hij verheerlijkt wordt. En daar kunnen we makkelijk overheen praten, maar dat is niet zomaar een ding. Wij zijn niet in staat om met onze eigen wijsheid en onze eigen kracht het huis van God op te bouwen zoals het ons zelf goed dunkt. Dat zal ons niet lukken. Weet je, of de gemeente nou groot is, of de gemeente is klein, of er is heel veel vrucht of weinig vrucht, dat is nog niet eens de belangrijkste vraag. De enige vraag die uiteindelijk voor Jezus stelt, is deze. Is dit de gemeente die Jezus gewild heeft? Dat is de enige vraag waar het om gaat. Ja, maar ja, Gut, hoe weet je dat dan, hè? Ja, nou ja, goed. Dat hangt ervan af hoe God spreekt. Hoe wil God zijn wil, zijn gedachten openbaren? Dat is door zijn woord. Zegt Psalm 119, vers 105. Daar staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We kennen de tekst denk ik allemaal. Dat woordje uw woord, dat woordje woord, dat is, in het Hebreeuws is dat dabar. En dat staat eigenlijk, als ik het nou even naar het Grieks weer mag vertalen, voor twee dingen. Dat is logos en rema. Nou, wat vaker gaat over wat logos is en rema is. Dus in het woord dat God tot jou wil spreken, of tot de gemeente wil spreken, of tot de groep wil spreken, daar openbaart de Heilige Geest zijn gedachten en zijn wil. Dus de Heilige Geest openbaart zijn gedachten, de gedachten van de Heer Jezus, over de gemeente, over de groep, over je leven, zijn gedachten en zijn wil. Dat is het woord wat God spreekt. En die gedachten en die wil van God zullen nooit in tegenspraak zijn met zijn woord. Het moet altijd in lijn zijn met wat de Bijbel zegt. Ik heb je een tijdje geleden heb ik je uitgedaagd om er eens over na te denken of je voor het komende seizoen een uitdagend geloofsdoel wil stellen. Weet je nog dat ik dat gevraagd heb? Misschien ben je er al mee bezig en misschien nog even niet. Maar ik wil je vast dit even, want ik wil het over 2 weken wil ik het concreet gaan maken. Dan gaan we lekker de vakantie in en dan heb ik wat aan te werk, zeg maar. Maar ik wil je dit vast meegeven. Om gebedscirkels, waar we het eerder over gehad hebben, te kunnen trekken rondom een persoon of een situatie of een gemeente of een belofte, is het dus heel erg handig dat je Gods gedachten kent, dat je Gods wil kent over die persoon, over de situatie waar je voor wil bidden. En als je daarom is het zo handig, want als je het niet weet, kan het zo zijn dat je heel veel in rondjes blijft bidden. Dat je niet goed, zeg maar, heel gericht de wil van God kunt uitbidden over de situatie of over de persoon. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb gemerkt, je kunt gewoon verdwalen
in de veelheid van gedachten die zomaar naar binnen komen. Als ik over mijn kinderen nadenk, of ik denk over de gemeente na, of ik denk over de toekomst van ons na. Zoveel dingen kunnen allemaal naar binnen proberen te komen en me heel onrustig maken. En daarom hebben we het nodig dat we Gods wil en Gods gedachten leren kennen. Dat geeft focus. En dat maakt dat je ook niet zo uitgeput raakt van alles wat hier allemaal gebeurt. Ja, maar hoe kom je daar dan achter? Ja, ik vraag het hem. Makkelijker kan ik het niet maken, moeilijker ook. Vraag hem. En ja, maar ik heb geen antwoord gehad. Blijf doorgaan, net zolang tot je wel antwoord krijgt. Want God wil het openbaren. Vraag dus noods wat hulp. Laten we het samen doen, met elkaar. God wil het openbaren. We hebben vorige keer gekeken naar Gods wil, naar Gods visie voor Leusden. En ik wil nu kijken, had ik ook beloofd, naar wat Gods wil en zijn gedachten zijn voor de EGL. Had ik beloofd. Ik heb dat al gedeeld met in de kennismakersgroep. Afgelopen keer, als keer ervoor bedoel ik. En dat is gewoon mooi om te doen. Hoe kom ik, ik zal het je zo laten zien. Hoe komen we daarbij? Wat Gods wil en Gods gedachten, hoe kom je daarachter? Eigenlijk is het heel simpel. God heeft in al die jaren profetisch gezien al zoveel woorden gesproken door zoveel mensen van buitenaf. Als je die woorden bij elkaar gaat voegen en je kijkt hoe vaak dingen terugkomen op dezelfde manier, nou, dan kun je er bijna zeker van zijn dat God echt aan het spreken is. Dus ik bouw nooit op één profetie. Ik bouw altijd op bevestigingen. En het liefste bevestigingen niet van mensen met voorkennis, maar van mensen zonder kennis. Als we dat op een rijtje zetten, van al die profetische woorden, gooi maar even naar de volgende, dan komt dit beeld voor de gemeente tevoorschijn. En we hebben dat eerder in een gemeenteavond ook al eens een keer behandeld, dus het zal niet helemaal nieuw zijn, als het tenminste tevoorschijn komt. Nee, lager. Oh, nee, die gaat hoger, andere kant op. Verder. Nog één. Nog één. 1, 2. Ja, wij hebben tijd. Zijn die geloofhaasten niet? Ik ben mijn cursus kwijt. Het is hier toch, kijk, kom. Het is hier toch wat koeler nog dan dat het buiten is. Dus blijf rustig zitten. Wat komt eruit tevoorschijn? En het zijn woorden die we gekozen hebben. Misschien vind je daar veel van mijn taalgebruik in, dat kan. Maar goed, ik weet ook niet hoe ik het anders moet verwoorden. Het eerste is een sterke, stabiele gemeente die een lichtbaker voor deze omgeving is, voor Leusden. En die een open kanaal is voor opwekking en transformatie. Dat is één. De tweede is lofprijs en aanbidding die de hemel raakt en de aarde verandert. Waar de mensen zo vol passie en in eenheid Jezus aanbidden, dat zijn heerlijkheid, zijn majesteit en zijn kracht ervaren worden. En dat doen we. Het derde, een profetische gemeente waar woorden van eeuwig leven worden gesproken en waar de krachtige werking van de Heilige Geest een onuitsprekelijke vreugde in het huis zal geven. En als vierde, een gastvrije thuishaven voor mensen die elders een bediening hebben. Dat is jaren geleden is dat geprofeteerd. Als je kijkt wat er nu aan het gebeuren is, dan is dit wat we zien gebeuren. De volgende. Een veilige plaats, een couveuse, waar de genade, de liefde, de hoop van Christus genezing brengt, herstel, opbouw aan gebroken en verwonde mensen. Dat is altijd al geweest. Toegewijd om een nieuwe generatie van zonen en dochters op te richten, te trainen, toe te rusten om Gods roep voor hun leven te volgen. Om uit te gaan in de kracht van de Heilige Geest, daar waar God hen gesteld heeft, tot verder buiten, tot aan Jeruzalem. Naar Aalen. Een liefdevolle als laatste, vrijgevige, zegenende familie, waar eenheid, respect en trouw kenmerkend zijn in de onderlinge relaties en waar het beste uit mensen naar boven wordt gehaald, zodat zij tot groei en bloei kunnen komen. Zijn we er al? Nee. We zijn op weg. Natuurlijk zijn we op weg. Maar één ding is duidelijk. Dit is de gemeente die Jezus wil hebben. Dit is de gemeente die Jezus wil bouwen hier op deze plaats. Dit is het huis waar Jezus behagen in schept en waarin hij verheerlijkt wordt.
gepassioneerde aanbidders. Ik zie ze zitten. Een profetisch volk. Ik zie ze zitten. Een warme plek voor mensen die elders een bediening hebben. Ik weet dat, dat leeft bij jullie. Een couveuse. Waar mensen tot herstel en opbouw kunnen komen. Een hoop pastorale input. Een liefdevolle familie. Vrijgevig en zegenend. Dat zijn jullie. Dat zijn we met elkaar. En oké, we zijn op weg en er valt nog heel wat werk te verzetten. Maar ik geloof dat de Heilige Geest deze ochtend tot verschillende van jullie wil zeggen. Zet je tentpinnen wijder uit. Kom uit je comfortzone. Ga de bergen in en haal hout. Ik bedoel niet dat je de Alpen in hoeft te gaan. Maar dit staat voor zet je gaven in. Zet je bemoedigende woorden in. Zet je profetische woorden in. Zet je financiën in. Zet je gebed in. Zet je inzet in. Waarom? Opdat je elkaar kunt zegenen. En we elkaar kunnen helpen om tot volwassenheid in Christus te kunnen komen. Omdat we tegelijkertijd met zijn hulp het huis verder kunnen bouwen waar Jezus behagen in schept en waar hij verheerlijkt wordt. En wat dat voor jou persoonlijk betekent, kan ik je niet zeggen. Dat is iets tussen jou en de Heer. Maar er is één ding, en ik heb dat op mijn computer staan, uitgeknipt. En er staat, als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dan krijg je wat je altijd hebt gekregen. Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dit gaat over uit je comfortzone komen, ja, dan verandert het niet. Dan krijg je wat je altijd hebt gekregen, dan verandert het dus niet. En sommige mensen zijn er tevreden mee. Maar ik geloof dat God een woord in ons hart wil opwekken. Kom uit je comfortzone. We leven in een nieuw seizoen. En de Heer is nieuwe wegen aan het banen. En die zullen pas voor ons zichtbaar worden. Als we met elkaar op weg gaan in deze toch wel hele intrigerende, uitdagende reis. En wat je misschien zelf zou kunnen doen. Ik ben dat zelf ook weer aan het doen. Ik heb je die kaartjes gegeven van Leusden. En ik deel zo dadelijk een kaartje uit over de EGL. Waar deze dingen in staan met voor het komende jaar een aantal gebedspunten. Niet alles, maar gewoon een aantal. Wat je kunt doen is, wat God profetisch heeft gesproken, verklaar dat over de gemeente. Zo leer je om Gods woorden uit te spreken over de situatie. Verklaar dat. Je hoeft niet meer te bidden, want God heeft zijn wil al bekendgemaakt. En als God zijn gedachten bekend heeft gemaakt en zijn wil, dan mag je dat uitspreken. In de hemel is het tot stand gekomen, opdat het op deze aarde ook tot stand komt. Dus verklaar, proclameer. Dat is één. Het tweede wat je kan doen is, check in je eigen leven de profetische woorden die God gesproken heeft. Of misschien wel die rema woorden die al lezend over jouw leven ineens zomaar naar je toe sprongen. Alle woorden die God over jouw leven gesproken heeft. Ja, misschien zeg je wel, ja, maar die heb ik helemaal niet. Of ik heb geen idee wat Gods gedachten nou eigenlijk over mijn leven zijn. Vraag het hem. Ga het maar vragen. En blijf net zo lang vragen tot God dat duidelijk heeft gemaakt. God spreekt door zoveel situaties heen. Door het woord, door een stem in je hart. Nou, ik kan er uren over spreken. Door de bomen, als het ware. Door de natuur. God spreekt op zoveel manieren tot jouw hart. Dus vraag het hem. God heeft voor ieder van ons een plek. Voor ieder van ons een roeping, een bediening, een taak, hoe je het ook noemen wil. Iets wat alleen jij kan doen met hoe God jou gemaakt heeft, zo uniek als dat je bent. Met alle ervaringen, met alle misschien wel teleurstellingen, dingen die je in het verleden hebt meegemaakt, die jou gevormd hebben zoals je bent. Zo en daarmee wil God jou gebruiken. Hij heeft je een persoonlijkheid gegeven. Hij heeft je gaven, talenten gegeven. Het mag eruit komen. En als je die woorden hebt, vroeger zeiden ze altijd, de profetieën, zet ze maar op de schoorsteen. Ik wil je zeggen, alsjeblieft doe dat niet. Laat de profetieën niet op de schoorsteen staan. Ga ze je eigen maken. Mediteer daarover. Eet het woord. Mediteren, eet het woord. Bid erover. Maak als het ware daarover ook weer, en dat ga ik zelf ook doen, weer zo'n gebedskaartje. En blijf het uitbidden. Trek er een cirkel van gebed omheen. Net zolang totdat je ziet dat dingen beginnen te veranderen. En het laatste is, ga leven naar die profetische woorden.
Als God dingen over jouw leven heeft uitgesproken, dan zijn er dingen die kun je doen. Je kunt het woord zelf niet in vervulling laten gaan, dat niet. Maar je kunt zelf stappen gaan zetten. Je kunt je toerusten. Je kunt je laten vullen met de dingen die God daarvoor wil gebruiken om jou op die plaats te brengen. En je mag ze ook met ons delen. We willen je graag helpen. Welke gemeente de Heer hier wil bouwen, dat is wel duidelijk. Maar hoe? Dat is dan nog even de vraag. In ieder geval geen programma's. Maar God heeft een heel bijzonder bouwmateriaal. God heeft een heel bijzonder bouwmateriaal. En dat ben jij. Jij bent Gods bouwmateriaal. Ik ben Gods bouwmateriaal. Wij zijn levende stenen voor de bouw van Gods huis. Zoals de Bijbel zegt. En dan ga ik ermee afsluiten. Na die eerdere aansporing van net van Haggai. Dan geeft God ineens een prachtige belofte. En ik bid echt dat dit woord tot jouw hart spreekt, ook achterin. Dat dit woord ook tot jullie harten spreekt achterin. En dat is Haggai 2 vers 4 tot 10. Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En, hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van andere Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heer van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer van de legermachten. Wat een belofte. Wat een belofte. Jozua en het volk stonden voor het aangezicht van God. En ze sloten samen dit verbond. Om die reden wil ik en mijn huis de Heere dienen. En ik wil vanochtend dat opnieuw tegenover God verklaren. Ik en mijn huis. Wij willen de Heere dienen. En ik wil je aanmoedigen. Ik wil je uitnodigen. Om dat samen met mij ook te doen. Dat we met elkaar dat verbond sluiten. En dat we zeggen, ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Waarom? Opdat God zijn gemeente verder kan bouwen. Zodat God hier kan wonen met zijn tegenwoordigheid. En velen nog naar dit huis zal kunnen brengen. Amen. Mag ik je uitnodigen om te gaan staan? En ik vraag je niet om elkaar een hand te geven. Ik vraag je alleen om dat persoonlijk te doen als je daarvoor geroepen voelt. Als je voelt dat dit nu de tijd is voor jou. En wil je dan, als dat zo is, met mij dit hele korte gebed samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u door uw woord heen spreekt. Dank u wel dat u een verlangen hebt om te wonen in ons midden. En dat u zegen wil geven. En daarom ben ik opgestaan. En ik verklaar. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Amen. Amen. Dank je wel. Amen, amen, amen.